Aan het eind van iedere schoolweek gaat Stan niet naar zijn eigen huis, maar schuift hij aan bij zijn steunmoeder Petra en de 10-jarige Lucas. Hallo. Hey Stan, hoi. Hi. Fijn dat je er bent. Thuis gaat het namelijk niet altijd even goed tussen Stan en de rest van het gezin. Kan ik wat drinken? Dat komt doordat hij een vorm van autisme heeft. Dus ga zitten. Dat heb je sinds vanaf je geboorte. Dan moet je dingen duidelijk hebben. En anders word je boos. Mijn broertje die gaat dan bijvoorbeeld zingen of geluidjes maken. En daar irriteer ik me dan aan. En dan word ik chagrijnig. Dan krijg ik ruzie. Via via hoorde Stan zijn ouders dat er andere ouders zijn die in zo'n situatie kunnen helpen. En dan kwam eerst mijn vrouw op gesprek en dan gingen ze een beetje kijken hoe ik was en mijn mama. En dan gingen ze iemand zoeken waar ik dan iedere vrijdag heen kon. En ik had mij net aangemeld als steunouder en hun als vraagouder. En zodoende zijn wij gematcht. Het gebeurt dus op steeds meer plekken in Nederland dat kinderen naar steunouders kunnen om even weg te zijn van huis. Dat kan een paar uur zijn, maar ook een hele dag. En soms blijven kinderen zelfs een nachtje slapen. Hier spraken ze af dat Stan één keer per week een middag langskomt. Lucas is dan dus meestal ook thuis. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik echt heel gezellig. Dat we samen bijvoorbeeld gaan voetballen of weven. Het is als een broer, omdat hij er ook met eten is elke keer, maar ook weer als een vriend, omdat hij er niet elke dag is. Voor Stan werkt het goed om even in een andere omgeving te zijn. Sinds hij hier is, zijn de ruzies thuis afgenomen. Het is wel minder, omdat ik dan hier een beetje ontlading heb. En dan heb ik dat minder op mijn broertje. Dus dan kan ik hem beter negeren of zo. Het gaat boven verwachting. We hebben echt een klik, we hebben met de ouders een klik. We zijn open, we duidelijk. Het gaat gewoon hartstikke goed samen. Zo! En vaste prik, aan het einde van de middag wordt er altijd even samen geborreld. De vader en grote zussen zijn er dan ook bij. Alsjeblieft! Wat voor gevoel krijg je dan als je hier bent? Heel gezellig gevoel en ja, dat eigenlijk. En daar denken de anderen precies hetzelfde over. Het is geen JLC. Oh, vier wormen. De vijven. Ik vind het heel erg mooi. Ik word er helemaal enthousiast van. Ja, ik vind het echt, het levert zoveel op voor ouders, voor Stan. En voor ons ook. Ik heb 17 punten. Als Stan s'avonds naar huis fietst en ik krijg een appje van vader of moeder, dankjewel. Ja, dat is, daar doe je het voor.